Beste leerlingen van groep 6-7 en personeel van basisschool Dalton Waterland in Den Haag. Leuk dat jullie in de bibliotheek zijn. Ik zwaai ook even naar Carla Schouten en naar Juliette Dwit, die jullie straks een hele leuke illustratieles gaat geven. Ik heb al jullie verhalen gelezen en ik heb ontzettend genoten. Ik moest natuurlijk een winnaar kiezen. Nou, dat was eigenlijk onmogelijk. Daarom ga ik van elk verhaal iets zeggen. Het kan zijn dat ik je naam niet helemaal goed kon lezen, omdat die met kopiëren net even weggevallen is. Maar je herkent vast je verhaal en anders hou ik het ook nog eventjes op. Ik heb hier het verhaal van Ashra en daarin stond er een vliegtuig zomaar stil en de juffrouw werd ontvoerd. Wat een actie. Ik heb hier het verhaal, ja dat kan ik niet helemaal lezen, de naam. Het speelt in de trein en de koffers worden gestolen. En het verhaal ziet er zo uit. Je herkent het misschien wel. En er zat een hele spannende zin in. Opeens gingen de lichten uit. Juf Brenda hoorde geschreeuw en opeens waren de lichten aan. Ik heb hier een verhaal van Jamilio. En die had bedacht dat er een treinstilstand was. Nou, dat vind ik ook heel origineel bedacht. Ik heb hier het verhaal van Orion en die schrijft, straks ontploft de trein. Hoe bedenk je het? Ik heb hier een verhaal, daar staat geen naam bij, maar er staat wel een klein tekeningetje bij. En daar staat, ik herinner niks. Dus je herkent je verhaal wel. En het begin gaat zo, eindelijk is het zover, ik ga op reis. Ik voel me raar, maar dat maakt me niet uit. Ik heb hier een verhaal van Ben en die schrijft, ze is heel blij. Ja, dat zou ik ook zijn. Emoties zijn altijd goed in een verhaal. Isa, die schreef, ha 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 ha, je moest je gezicht zien, zegt Ben. Nou, ook ontzettend leuk. Dit is een verhaal van Ik denk Bent. En daar staat, halt, dit is een overval. En iets verder, iedereen raakt in paniek. Ik zit gelijk goed in het verhaal. Hazem, die begint zo. Juf Karen had een prijs gewonnen en het was geen gewone prijs. Zo bouw je de spanning op. Dit is geschreven door, oh die naam is weggevallen. Het is een lang verhaal met ook nog een tekeningetje erbij. En daar staat, de jufsprijs was gestolen. Hoe bedenk je het? Noor, die heeft een heel fantasy verhaal geschreven. Ik ga mee met mijn draak. Nou, dat verwacht je toch ook niet in een verhaal. Christian, die schrijft, en moest naar, oh ja, de juf moest naar Japan gaan zwemmen. Er was namelijk al van alles in het verhaal gebeurd. Hanan, maar dan uit het niets begint de trein rare geluiden te maken. Ik moest echt meteen verder lezen. Jaina, die schrijft gelijk als eerste, de reis van de trein begint slecht. Zo, bam. Bij dit verhaal staat, is de naam weggevallen, maar ik vermoed dat het Fenna is. Want er staat ook nog een tekeningetje bij en daar staat Fenna op. Er is van alles aan de hand en dan blijkt nog dat de auto ook weg is. Romy, oh mijn verhalen vallen bijna op de grond, die eindigt en het is een happy end. Daar hou ik altijd van. Ik heb hier een verhaal van iemand en de naam begint met een A. Dit is hem. En die heeft een heel eigen verhaal geschreven en dat speelt in de bibliotheek. En er is een kast met boeken omgevallen. Nou, dat is natuurlijk een heel avontuurlijk iets. Ilana, denk ik. Eindelijk is het zover. We gaan naar Japan. Hop, de trein in. Dat woordje hop, dat vind ik zo leuk. Je zit er gelijk in. Yusri, die schrijft, maar er was één vrouw die nog hoop had.
ja, er is van alles aan de hand in het verhaal. De moed zou werkelijk in je schoenen zakken. Hier heb ik een verhaal van Sarjar. En daar staat, de juf en de bestuurder zijn ontvoerd. Nou, wat een actie. Lucas, die schrijft, ze wil zo graag dat ze bijna gaat schreeuwen. Jauw! Dan heb ik nog het verhaal van Adam of Adam. En er is in die trein een storing. Er zijn terroristen met een aanslag. Maar het laatste woord van het verhaal is het woord veilig. En daar was ik blij om. Ik heb hier Luc die schrijft, het schip wordt de diepte ingesleurd. Het schip is gezonken. En Dax, denk ik. Mooie naam. Oh, mooi geschreven. Die schrijft, hoe gaat het nu verder? Dat zie je de volgende keer. Nou, dat is gewoon een cliffhanger. Die maakt het wel heel erg spannend. Nou, dan de winnaar. Tada, tada, tada. De winnaar van de wedstrijd in groep 6-7 is dit verhaal. En er staat, de naam is een beetje weggevallen. Er zit in ieder geval, denk ik, een, ik kan het niet goed lezen, een M in. Maar ik lees een heel klein stukje van het begin van het verhaal voor. En de leerling gaat hem zelf verder lezen. En waarom vond ik nou dit het winnende verhaal? Er staan hele mooie woorden en zinnen in. Bijvoorbeeld, ze zoekt een zitplek. En het verhaal heeft een heel verrassend slot. Ik lees een klein stukje van het begin voor. Eindelijk is het zover. Juf Brenda zit in de trein naar Japan. Ze zoekt een zitplek en gaat zitten. Haar koffer legt ze naast zich en ze wil niet dat haar koffer gestolen wordt. Opeens gingen de lichten uit. Juf Brenda hoorde geschreeuw en opeens waren de lichten aan. Dat stukje las ik net ook al. Nou, het verhaal wordt nu verder aan jullie voorgelezen. Ik doe mijn duim omhoog. Jullie klappen voor de winnaar. En ik wil iedereen een compliment geven voor de originaliteit, de mooie woorden en zinnen. En ik wens jullie heel veel plezier bij de les van Juliette. Thuis zou ik zeggen, kijk dit filmpje nog een keer over. Laat het ook aan een van je ouders zien. Want ja, dat jouw verhaal even besproken wordt op YouTube is natuurlijk heel bijzonder. Hoor je je naam, zie je je verhaal, geef eventjes een duimpje omhoog. Ik ga lekker een kopje thee drinken en ik wens jullie een hele fijne herfstvakantie met heel veel leesplezier.